Onze eerste corruptie was niet echt groot. Dus nu gaan we toch maar door naar een andere corruptie. En die zit waarschijnlijk helemaal voorbij de jungle, waar we nog niet eens zeggen. Ja, ik zie er wel corruptie. Ik zie er wel corruptie daar. Dus, nou, daar gaan we mooi naartoe. Gaan jullie mee? Yay! Yay! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Triforce Heroes Terraria Editie. Ik maak er een hele nieuwe intro van. In de vorige aflevering hebben wij de Destroyer of... Nee, niet de Destroyer. De Eater of Worlds. Ik noem hem al een keer. Ik haal die twee altijd door elkaar. Ik weet niet wat het is. Maar die hebben we verslagen. En we hebben gevist. In een half uur. Progress. En we hadden heel erg veel last van spoilers. Maar ja. In deze aflevering gaan we dus nog een keer richting de Eater of Worlds. Goed zo. En hopen we dat we dus zeg maar meer armor kunnen maken. En we hebben allemaal de nieuwe pickaxe. Namelijk de Strong Nightmare. Of ja, gewoon de Nightmare pickaxe. En met een wat voor buff dat er ook bij zit. Dat maakt het minen dadelijk een stuk makkelijker. Als we gaan minen naar verschillende dingen. Zoals hopelijk een keertje met running boots. Graag. Heel graag. Maar eerst, zoals altijd, nog eventjes een Eater of a World. Maar de jungle die is namelijk heel erg gevaarlijk. En daarom ben ik niet echt blij om naar de jungle toe te gaan. Maar ja, we hebben geen keuze. En daar hebben we ook de fishing quest. Dus laten we gezellig met z'n allen naar de dodelijke jungle gaan. Om even gezellig een partijtje te vissen. Omdat we dat gisteren, of wanneer dat de vorige aflevering was, niet echt genoeg gedaan hadden nog. En ik heb nog een optie. Hoi, ik ben Erwin en ik ben rood gekleurd, want ik ben een mage namelijk in deze aflevering. Ja, en ik ben Mirmee, ik ben groen, ik ben een melee klas. En ja, we weten eigenlijk niet hoe onze mond werkt, dus daarom zijn wij nogal een beetje aan de stille kant. Praat eens! Oh, god. Snap ik waarom dat ik zo moe ben aan deze aflevering. Oh. Ik dacht multiplayer, joepie, een beetje chill. Hoef ik alles te doen. Jullie zijn mijn Pikmin ondertussen. Ik wil niet echt elke seconde zingen. Nee, dank je. La 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 la. Luister naar mijn commando. Oké, wat gaan we doen? Oh, wacht even, dan moeten we jou dat wel weet je al. Volgen. Erwin, naar achter. Ik heb mijn fluitje niet. Hey, het is Triforce Heroes, hè? Niet Pikmin. ik heb weer een strange plant. Leuk dat je een strange ta-ta-ta-ta-ta hebt. Ja, ik viel naar beneden. Normaal gesproken heb je heel veel jungle services. Ah, deze die is wel doable. Even kijken. Ik maak hem groter. Ik heb een tin can. Ja, omdat die gewoon nog niet groot genoeg is. Wauw, fancy, groot. Erwin. Als ik nou als eerste keer krijg, hè? Nee. Ik wel. Wedstrijd, wie krijgt hem als eerste? De vis van de dag. Nou, nu is de kans ietsjes groter. Tip Erwin, als je in het water staat, dan kan je niks vangen. Ik stond in het water. Ja, gooi hem recht op mij! Oh, iron! Ik heb een iron crate. Nee, mijn ding. Dat is mijn ding! Nou! Nou, ik heb het je vergeven dat je de depth meter hebt gestolen. Je hebt hem al. Ja. Luister eens hier, ik had ook je armen gestolen en die heb ik netjes teruggegeven. Dus alsjeblieft, wees nou eens een beetje vriendelijk, groentje. Oké. Technisch gezien sta ik niet onder water, vind ik. Ik vind het sloken. Ik jaag de vis expres weg voor jullie. De Magikarps bijten niet echt. Wat voor vis zoeken we eigenlijk? Zo'n... Junglevis. Een tropical nog wat. Iets met een B, geloof ik. Tropical Fries? Nee. Iets met een B. En iedereen in de comments, is dat een hint voor je volgende Let's Play? Misschien. Maar
Misschien, hè? Het is nog geen zekerheid. Ja, je hebt de aggro. Lekker. Zoveel veel vislijnen hier, joh. Wat nou, Triforce Heroes, gebroedig vis? Oh, ik heb een bomvis. Altijd handig. Werken hetzelfde als sticky bombs. Wordt die druk? Welke is nou van mij? De eerste toch? Ja, ik ga wel weer even aan de andere kant vissen. Ik vind alleen maar neon tetra's. Past wel bij Triforce Heroes, moet ik zeggen. Omdat Tetra namelijk een karakter is uit de Legend of Zelda de Windweker. In HD! Nee! En dat doen we pas in maart. In HD. Zo, ik ben veilig. Je hebt hem al. Nee, nee. Oh. Ik ben veilig. Wij ook. Ik heb een wooden kreet. Ja, daar heb ik er ook eentje van. Dus, gaat jongens, wij knippen heel eventjes naar voren, want het wordt weer alleen maar een visaflevering. Ik heb hem! Net als ik zeg dat ik wel knip. Ja, dat kun je zo maar hebben. Wij wachten heel eventjes tot de anderen hem ook hebben en dan komen we weer terug. Ik heb nog niet met die vissen gesproken, moet dat wel? Ik heb nog niet met die vissen... Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Zelfs al spreek je er niet mee, zelfs al spreekt niemand ermee. Dan kan je hem wel eventueel vangen, alleen is het wel moeilijker om te gokken waar dat hij zit. Ja. En ze hebben het ook een beetje genurfd. In Terraria 1.2.4, de versie voor 1.3, wist je nog niet eens waar dat je de vissen kon vangen. Kreeg je alleen maar een icoontje te zien van welke vis dat er was. En ik heb hem. Nou, ik ga alvast hem wel van langs. Ik bescherm eventjes hier even Erwin, ja? Hartelijke. Hartelijke snorlozen. Hey, hey! Ja, ik heb een barracuda, drop call. Oké. Ik wil echt running boots, we rennen hier te weinig voor. Of nee. Ik wil nou. Of we krijgen de carrot. De carrot. Weather radio! Waarom? Waarom nou? Oh, dit doet pijn. Kijk eens. Dit doet pijn. Kijk eens. Dit doet pijn. Heel veel pijn. En ik denk dat dit ook voor Erik heel pijnlijk is. Nou, ondertussen niet meer, maar... Speel mee, ja. Het doet je pijn. Ja. Nee, bij mij doet het echt serieus pijn. Ik heb heel veel verschillende karakters. Singleplayer, expert mode, noem maar op. En ik had alle items, behalve de Weather Radio. En ik had hetzelfde probleem. Precies die ene, die kreeg ik maar niet te vinden. Nou, nu heb ik heel toevallig vandaag, bij mijn eigen singleplayer, heb ik hem toch wel gevonden. Maar ja. En hij is niet de moeilijkste om te vinden. Want alles heeft alle drie de ingrediënten die je nodig hebt, zeg maar, voor een telefoon te maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Die heb je dus, zeg maar, die vind je tijdens het vissen. En daar heb je 1 op de 40% kans op. Daar komt het op neer. En hoe meer fishing quests je gedaan hebt... Nee, dat geldt niet voor deze items. Dat geldt niet voor deze items. Wel, dat geldt voor die items. Ook nog eens. Ja. Dus iedere quest die je gedaan hebt, dat zorgt ervoor dat je iets grotere kans hebt. Bullshit. Nee, dat is echt zo. Zit ja, alleen... is echt zo. Hij ligt. Er zit alleen, waarschijnlijk is dat een bug in. Bij 160 fishing quests staat het weer op de standaard niveau van het begin. Ja, inderdaad. Hij ligt. Nou, heel lekker. Weet je wat? Ik ga heel snel naar de wiki. Dan ga ik het bewijzen. Nee, dat hoeft niet, joh. Ik zit gewoon te clearen, joh. Waarom zit je in de diekist? Af.
Hallo, mag ik even Erwin? Ja, wacht even. Mijn kamer. Zo. Gaat weer een lag spike. Ongelukkige Erwin. Oké. Okay. Ongelukkige serverconnectie. Nee, de serverconnectie. Ja, oké, okay, dat gaat via Steam tegenwoordig, yeah. Hè. Ik bedoel, vroeger! Gaan we weer. Toen had ik een programma genaamd T-Shock en dan hostte ik hem zeg maar vanaf mijn eigen internetverbinding. Dus dat ging via mijn IP. En daar had ik nooit lag issues mee. Maar ja, nou gaat het via Steam en kun je dus makkelijker joinen en connecten. En T-Shock werkt niet meer, want die hebben de stekker eruit getrokken. Die dachten bijna van ja, ons programma is nou toch niet meer nodig. Dus die hebben gezegd van, weet je wat, screw it, Steam, ga je gang. En vanaf dat moment hebben we dus ja, weer een beetje last van de lagspikes af en toe. Maar ja, ik niet, want ik ben host. Oh, ik maakte weer inderdaad een foutje. Het was niet bij 160, bij 150 wordt het weer gereset. Zie je nou wat ik gelijk had? Maar als je 50 fishing quests gedaan hebt, dan heb je 2 keer zo'n grote kans. Bij 100 fishing quests, 4 keer zo'n grote kans. Dus dan is het nog maar 1 op 10. En bij 150... Ja, dan gooi je heel eventjes een tu, 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 dankjewel. Even zo'n foto van de Magic Carp trainer. Komt helemaal goed. Vertel verder. Nou, bij 150 is de grootste kans. Het enige is, daarna is er waarschijnlijk onbedoeld, wordt het gereset. En daarna heb je nooit meer een voordeel hoeveel quests je ook doet. Oké. Okay. Maar ja, in principe heb je meestal na 150 ze allemaal wel. Behalve in Stefan. Ik weet dat het nacht is, maar je kan overdrijven. Ik zal mezelf zinkzalf geven. Nou, moet ik heel veel de pokerfluit spelen of zo? Is geen Snorlax? Nou ja, hij... Het werkt ook bij andere Pokémon. Het wel zo, hoor. Het werkt namelijk ook bij andere Pokémon, dat is bewezen. Als jij namelijk in een Pokémon-spel de pokerfluit gebruikte, werden alle Pokémon die in jouw party zaten en die sliepen, die werden dan wakker. Yep. Oud nieuws. Man! Screw jou! Het klonk aardig alsof het nieuws voor jou was, hoor. Dus. Juist. Nou, ondertussen is het bijna weer de volgende dag, dus kunnen we eigenlijk weer bij de volgende visie... Nee, we gaan nou echt naar de corruptie. Nee. Om zoveel extreem, nee. Nou, er is namelijk één ding wat je krijgt op het moment dat je 5 fishing quests hebt gedaan. En dat wil ik nog niet vertellen wat het is. Want dat is één van de leukste dingen. Aangezien dat wij de running boots niet kunnen krijgen, krijg je dan de spoilers! En die spoilers zijn best wel nice. Die zijn heel erg nice. En het is typisch iets voor jou om die heel graag te willen. Doei! Hij heeft gewoon de Wikipedia. Ik doe het hier uit mijn hoofd, hè, jongens. Nee, kijk, als ik de Wikipedia erbij haal, dan horen jullie in één keer de game-audio weggaan. En dat gebeurde tot nu toe alleen nog maar bij de vorige aflevering, terwijl dat ik de commentlijst erbij pakte. Ja, dat was zeker de commentlijst. Ja, ik geloof jongens, Zeep. Ja, ik geloof jullie ook. Jullie zijn geweldig kijkertjes. Jullie zijn awesome. Deze weet ik ook wel uit mijn hoofd, hoor. En kijk, vishuisjes. Waarom staan die hier? En kijk, lees de tic-tacs die in één keer voorbij vliegen. Oh, ja, dat is slim. Ja, ik zie ze nu ook, ja. Hoi. En natuurlijk vervelende keys! Ja, ik heb er ook een paar achter, maar nu niet meer. Nou, als een echte Link-kenner moet ik dat eigenlijk weten. Maar volgens mij is het Boba Plant of zo. Ik ben heel slecht met enemy-namen. Nee, dat waren de Seeds. We hebben het over de vijand. Ik ben heel goed met vijandnamen. Dat hebben we wel gezien in Pikmin. Bij twijfel gewoon Harry. Ja, Harry. Nee, Kies, dat is bijgebleven van de allereerste Zelda. Die vijanden die vergeet ik nooit meer. Mijn! Ik zag hem! Stiekem hoor.
heel stiekem. We hebben er niks aan, we kunnen het alleen maar verkopen. En wat heb je dan? Geld. Als je zeg maar die dice verkoopt, die kunnen best wel veel geld waard zijn. Oh ja, inderdaad. Ik verzamel ze daarvoor ook vaak. Jungle muziek. Waterkistje! Mijn! Claim! Wat zat erin? Niks boeiend. Ah, jammer. Maar claim! Misschien zaten er wel waterrunning boots in. Die je ook uit kistjes kan krijgen. Maar ja, dan wil je de kistjes nou nog niet voor openmaken. Die is alleen heel zeldzaam om te krijgen. Ja, behalve als je in hard mode bent. In hard mode kom je er 20 tegen ondertussen. Nee, helaas bij mij niet. Oh, ik ben ze zo vaak tegengekomen. Ik koop ze ondertussen 20 keer ondertussen. Hoe vaak zeg ik nog ondertussen? Vaak. Zijn we er al? Nou ja, ik weet niet hoe ver ik zat. Wanneer gaat die trap nou rollen? Ah, we zijn er. Mooi. Ik neem de eerste duik. Wow, dat was diep. En ik moet een stuk voorzichtiger doen, want ik kan van damage krijgen. Ja, daar hoop ik juist op, want dan kunnen we die dead counter weer een keer in beeld krijgen. En dan weten we wie er gelijk had in de vorige aflevering. Editor, kun je misschien... Oh. Dat gaat leuk worden als we weer thuiskomen. Kan niet gewoon negeren. Nee, want dat blijft thuiskomen. Oké, okay, deze die gaat diep genoeg. Ik maak hier wel even een weggetje. Erwin? Ja? Ik denk dat wij iets sneller zijn. Ja. Kokje. En misschien kun je hier ook mee doortikken en dan gaat het nog sneller. Weet ik niet zeker of dat lukt, maar... Nou, hij staat toch heel mooi daarboven stil, dus ik denk hij heeft er geen zin in. Die denkt bij zijn eigen graven, dat doen jullie maar mooi. Even kijken of een hartkristal hier in de buurt is. Want die heb jij echt nodig, want jij zit nog steeds niet eens op 200 health. Klopt. Ja, leuk voor ze. Wij zitten in het westen, dus... Ach, ze zijn gearriveerd! Al onze NPC's die zijn in levensgevaar. Jammer, we hebben missies te doen. Dus komen we zo weer terug. Ach ja. Ze hebben een levensverzekering dus. Ja, afgesloten bij hun advocaat, hun verzekeradvocaat. Leroy. Ik zie hier in ieder geval geen hartkristal liggen, dus... Hebben jullie wat meer geluk ermee? Nee. Het is in ieder geval, the weather is clear. Oh, ik heb wel geluk daarmee. Hoezo, wat bedoel je? Ik zie er net eentje wanneer ik zeg dat ik er geen zie. Nou, jij hebt ze nog nodig vooruit dan, ik zou dan niet boos om worden. Ik heb weer een vile thorn, maar die is default, dus die verkoop ik gewoon. Ben je het daarmee eens? Oh, hij is alweer wakker! Was ik even vergeten, ja, we hadden er alweer twee gekilled. Sorry! Maakt niet uit. Wow, 52 crit damage, daar hou ik van. Oh, hij is gesplitst in twee. En daar is Erwin eindelijk. Hoezo, ik was er wel lang. Oh, oh! Nou ja, nu pas doe je mee met het gevecht. Dat het gevecht al half leeg is. Defense, defense! Oh. Niet zoveel splitting, hè, joh! Oh, boy. Het is een ongelukkige plek om te zijn. Oh, boy. Ik ben onzichtbaar, niemand ziet mij. Ah, verdorie, die dingen die dispannen gewoon! Oh, boy. We hebben eigenlijk nog helemaal geen tekstuitleg gedaan over de, ja, Eater of World. Eater of World is, zoals je ziet, eigenlijk best makkelijk te verslaan. Vooral als je piercing dinges hebt. Yep. Dus, ja. Oké, okay, is defeated. We doen er voor de zekerheid nog eentje. Dus dan moeten we weer een paar van die orbs vernietigen. Dus, ja, laten we daar maar gewoon gaan beginnen. Ja, dit is... Blijf vooral bij bommen staan die je zelf hebt geplaatst.
Ja, dat is handig. Maar gelukkig, er is heel veel water hier. Mochten we ooit een keer moeten vissen in... Oh, ik heb voor iemand nog een zaklampje. Wie wil? Jongens, ik... Nou ja, eigenlijk geef het maar inderdaad aan Erwin. Ik heb dit al als zaklamp. Oké, nou weet je waar? Ik gooi hem gewoon hierheen. Was het thee, toch? Was dat nou thee? Ja, was thee. Hij zat namelijk in mijn hotbar. Oké, nou ik ga even mijn weg hierheen naartoe graven. Het is wel jammer dat je hier een Band of Regeneration van kan krijgen. Nou ja, we kunnen de running boots ook wel vinden als we dadelijk de jungle gaan proberen te exploren en daar de kistjes gaan vinden. Want we hebben de Angry of the Winds hebben nodig. We hebben daar sowieso voor jou de Blade of Crest moet jij daarvan maken. Yep. Dus we hebben daar toch nog wel het een en ander te doen. Oh, ik heb een mythical Wildhorn. Dat is de beste volgens mij. Mythical, ja. Nou, kijk hier eens. Ja, nou, moet je wel even... Wel. Ja, goed zo. Ja. Je mag blijven. Deze ene keer. Oké, nou, ik ga rustig naar beneden. Volgens mij is de space gun veel beter. Hè? Volgens mij is de space gun veel beter. De space gun is beter, alleen voor de destroyer. Ja. Nee, niet de destroyer. Voor de Eater of Worlds. Hoe vaak haal ik die nou nog door elkaar? Is juist de Vileitoren enorm handig, omdat die heeft namelijk piercing damage en kan door vloeren heen. Vloeren en muren. En ik heb alweer een banner. Ik heb sprookjes. Oké, vertel een reetje. Lang geleden. Zo lang geleden dat ik zelf niet eens meer... Oh nee, laat me zitten. Vijand is weg. Doe het. Oh, die piercing damage. Even kan je mij alsjeblieft een plezier doen en gewoon die verhaaltoren gebruiken? Doen we dat. Zie je hoeveel beter dat dan werkt? Gaat snel. Zo moeilijk was dat ook niet. Die staat daar met zijn laser tic-tac hier hoor. Ik vind de laser tic-tac toch beter. Gebruik Vileitoren. Poef. Precies wanneer we uitleggen dat hij goed is hiervoor. Gaat hij alsnog zijn laser tic-tacs gebruiken. Erwin, leg uit. Ik ben tenminste niet boven de 10 keer dood gegaan. Ik ook niet. Ik zit op 9 geloof ik. Ik weet het niet. Ik zou het ook niet meer weten, maar ik dacht nou, gaat dat... Oh, nee. Dit vergeet ik. Oh boy. Hoi. Nou ja, hopelijk gaat Mume hier een dood. Dan zien we de dead counter. Iedereen die is gewoon al lang weer teruggegaan naar aflevering 8 om even te kijken hoe dat de dead counter heeft. Al 300 keer ondertussen neergeschreven in de comments. Nee, selecteer deze als comment van de dag. Ik weet hoe vaak dat jullie dood zijn gegaan. Nou, dat is de grap. Wij mogen er niet naar kijken. Wij mogen niet vals spelen. Nope. Dus, altijd verkeerd. Schiet jij nou met verf? Enzo? Enzo schiet gewoon met verf. Ja, die heeft een verfgun inderdaad. Een paintgun. Nee. Jij laat die vissen man maar rust. Oh, ik denk dat ik hier ook even piercing shots voor ga gebruiken. Auw. Waar is onze laser tic-tac gebruiker? Auw. Goede vraag. Hij Erwin? Is nu heel erg naar rechts aan het lopen. Erwin? Next bike. We hebben je nodig. Jee, je redt mijn leven! Bijna. Hoppa, drop hè. Dat zie ik nou zetten. Hoi. Dus waarom eigenlijk weer in één keer zo'n random event? Ik bedoel, serieus. Normaal gesproken krijg je ze echt niet zo vaak. En ik heb hier een rare visuele glitch. Wat? Nou, ondergronds begon het te knipperen. Ja, dat is de nieuwe kniplichtinstallatie. Oh. Oh nee, dan is er niks aan de hand.
Dus het is eigenlijk best wel vervelend dat dat evenement nu plaatsvindt, want we bouwen eigenlijk dus richting de jungle om de jungle dadelijk te gaan exploren. En we kunnen nu waarschijnlijk de nieuwe armen maken. Want ja, echt, een harpoon is niet echt iets handig en de spikeballs die zijn ook niet echt... Ik heb er nog niet echt een use voor gevonden, dus... Hi. Ik heb hier echt geen lekker wapen voor. Ja, ik ook nog niet. Ik heb nog niet echt... ik kan meteor shots wel maken, maar... Die stuit er alle kanten op, dus ik heb liever gewoon de musketballs. Balls. Dus ja... Oh, achter mij sneaken, dat maakt niet, hè, baas. Drop, hè. Hallo, Archer. Doei, Archer. Archie, sterf. Jij ook. Ja, dan kun je met je handen in de lucht gaan staan, maar serieus. Die magiërs zijn ook zo vervelend. Ja, die teleporteren, dat is irritant. Oh, Tinker, die gaat hier bijna neer. Ik blijf even hier veilig in het huisje staan, om ze even te coveren. Nou, het lastige vooral is, je kan met je wapen, kun je de aanvallen van ze slopen. Het enige is, precies wanneer ik zwaai, lekt het spel weer. En ik word dan alsnog geraakt. Ja, ik kan er niks aan doen dat de lek niet lekker is. Lek. Auw. Trouwens, er was een comment, daar had jij trouwens nog op gereageerd, Erik. Over een maybe enchanted sword. Oh ja, volgens mij... Was dat niet links van ons? Ik weet niet meer. Sorry, ik bedoel rechts. Het zou heel goed kunnen. Nou, ik ga heel even nog snel kijken wat de quest van de dag was. En ik heb hier nog een paar goblins trouwens, dus... Wow, die spawnen in één keer uit het niks. Dory, die lag spikes. Hij begrijpt het eindelijk. Nee hoor, dat snap ik. Ga je nou van mij vertellen? Denk je nou echt serieus dat ik niet weet wat een lag spike is? Hè? Denk je dat nou zomaar? Ja, nou, dat denken wij. Dat je nog weet zomaar in één keer kan vertellen? Hè? Snotneus, snotjong, hè? Hier. Afgekeurde Furby. Dat was random. Afgekeurde Furby, juist. Nou ja, ik heb in ieder geval een heel erg leuk trofeetje wat ik in mijn huis nog op kan hangen. Mijn huis kijkt jullie aan! Creepy. Oké, nou dan kan ik heel eventjes dit even doen. Zo, poef, 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 poef. Poef, 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 poef. Nou, ik denk dat het dan een idee is dat ik... nou, eigenlijk zou het ook wel leuk zijn als hij in beeld staat. De shrine waar de... Het zwaard in kan zitten. Nou, dat is random. Dat is het probleem. De ene heeft hem wel, de andere heeft hem niet. Ja, klopt. Dus ik kan het niet echt in beeld plaatsen. Dat is wel jammer. Hey, je had toch alleen nog maar de schoenen nodig trouwens? Ja. Weer ik verkeerde knop. Nou, hopelijk dat jullie nog meer van die even kijken hoor. Want ik heb nog... oh, wacht. Ik kan hier nog tot bars kunnen maken. Wacht even. Dan hoop ik dat ik zelf ook nog een compleet set kan maken. Want ja, dit set is niet echt nodig voor onze Erwin. Dus ik heb hem alleen maar nodig nog voor extra defense. En even kijken, ik heb niet genoeg voor schoenen. Waarom heb ik niet genoeg... Wacht even, ik heb nog spul. Even kijken, heb ik ook die... Nee, dingen die heb ik genoeg. Dat is het probleem niet. Ik denk echt dat het in de bar zat. Nee, ik heb... die andere dingen heb ik niet, helaas. Nou, ik heb hem nou ook, dus ik heb... alleen dan is wel die night vision dus weg. Maar defense is alles. Nou, ga ik van 9 ga ik namelijk naar 20, dus... Oké. Even kijken. Ammo, magic, mayday, bosses, healing potion, bad out of his, Mume? Dus ik doe wel netjes verkopen. Ik bedoel, gratis geld. Nee, niet naar de nurse, want bij de nurse kun je niks verkopen. Ik had weer een banner. Laat ik de banners ophangen. Masker die mag weg. Platinum pickaxe die mag weg. Area is left.
Dat mag weg, die mag weg. Night Vision Helmet, toch 2 gold, dus... Daar ben ik wel blij om. Extra pijlen, die wil ik gewoon bij me houden. Oké. Okay. Oh, ik had nog een Shadow Orb extra gevonden. Die had jij nog eentje nodig. Oh. Nou, dan hebben we ze allemaal, hebben we allemaal een. Ja, daarom. Ik denk, zou ik eens aardig wezen voor een verandering. Ik een aardig. Dus ja, we kunnen wel heel eventjes kijken of we die shrine kunnen vinden. Dat is natuurlijk wel heel even handig. Ondertussen kunnen we even kijken wanneer dat Erwin weer terugkomt. Dus, ja. Liefst gisteren. Eergisteren mocht ook. Ongelukkige Erwin. Oh, ik heb nog steeds van dat kistje heb ik nog steeds die blowpipe bij me. Handig. En ik heb nou 7 gold. Hoeveel waren die Rocket Boots team, toch? Geen idee. Ja, er waren de 10 volgens mij. Dat weet ik zeker. Of 5. Dus ik te twijfelen. Goblin! Mutje. Oh, we moeten in de caverns moeten we voor vissen. Nou, het is al avond, dus daar ga ik niet aan beginnen. Ja, plus we hebben volgens mij niet zo heel veel hele diepe gangen. Nee, ik wil nog niet reforgen, ik wil gewoon even... 5 gold! Het is wel goed ook alweer. Je weet wel. Dat is geen grap, dat is echt het wachtwoord. Nee, ik weet het, weet het. Wat is het wachtwoord ook alweer? Je weet wel. Klinkt zo grappig. Sorry. Vandaar dat we dus de... Vandaar dat je met die... Alsof ik het wist. Alsof ik het verwacht had. Jongens, met deze humor sluiten we deze aflevering af. Heb je een leuk moment? Oh, wacht! Awesome comments! Eerst! Foei, stop, oh, terug! Ja, 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 ja. Wat is het wachtwoord? Je weet wel. Even kijken, dan zijn we aangekomen bij part 6. Dan moet ik wel eens op edit. Tuurlijk, laat ik even alles hier weg en neer gaan gooien. Waarom ook niet? Edit. Ah, dat is lang geleden dat ik zo de Wall of Comments heb gedaan, jongens. Mijn excuses. Oké, part 6. Die komt van. Dan moet ik heel eventjes hier even dit selecteren. Dan hoor je weer het geluid even wegvallen, zoals dat je kent. Even kijken, die komt van Giovanni de Bruin. En Giovanni die had geschreven... Even wachten hoor, Ik ben spoilers? Of... Nee, geen spoilers. Dat was de vorige aflevering, hè? Het leukste moment vond ik 2 keer achter elkaar Blood Moon. PS, je bent de beste YouTuber ooit. Oh, dat vind ik lief, dankjewel. Dankjewel Giovanni. En ja, die 2 Blood Moons, dat was toen wij de huizen aan het bouwen waren inderdaad. Dat vond ik zelf heel erg vervelend. Wat was jullie mening erover? Ja... Yeah. Dat, nou, ik vond het achteraf wel heel fijn, want ik heb daar de money proof voor gehad. Erwin, jouw vast 10 keer beter als wat die Erik te zeggen heeft. Wat was jouw ervaring met de Blood Moon? 2 Blood Moons. Wat zei je? Kan gebeuren. Kan gebeuren. Ja, zijn jullie saai. Nee, ik dank jullie voor het kijken. Ik ben ook een saai spreker, dank u. Wat zegt u? Ik ben ook een saaie spreker, dank u. Nee, dat ben ik absoluut niet. Dat is hartstikke gezellig. Maar in ieder geval, heb je zelf nu ook een leukste momentje? Of wil je zelf een leuk bericht kwijt? Laat het weten in de reacties. Dan heb je kans dat natuurlijk op een van deze bordjes terechtkomt in deze Let's Play. Verder bedank ik jullie voor het kijken. En ja, laat een like achter voor 2 keer het verslaan van de Eater of Worlds. Ik zei het een keer goed. Laat daar een like als je het thuis hebt. En ja, we hopen jullie allemaal weer te zien. Dus bedankt voor het kijken. Iemand nog iets aan toe te voegen, jongens? Nee, dus ik denk, doei. Erwin? Nee, verder niks eigenlijk. Oké, dan. Doei! Doei! Break. Oei.